Vind jij ook dat techniek de mens kan helpen en dat technologie steeds belangrijker wordt? Bouw je graag dingen en vind je robots de max? Of wil je graag meebouwen aan een betere wereld? Dan is de richting STEM op school zeker iets voor jou. Maar welk beroep kan je later doen met die STEM? We zoeken het uit in verschillende bedrijven en omgevingen. Wist je dat Johnson & Johnson een gezondheidsbedrijf is dat samenwerkt met de hele wereld? Voor iedereen op deze wereld. En dat kom ik vandaag allemaal te weten. Hallo Serge, op welke afdeling werk jij bij Johnson & Johnson? Dag Julie. Ik werk bij Global Public Health Onderzoek en Ontwikkeling. En het voornaamste doel van onze afdeling is eigenlijk medicijnen en producten, diensten rond die medicijnen te brengen bij mensen die het meeste nodig hebben, maar er ook het minst gemakkelijk toegang toe hebben. Daarbij denk ik voornamelijk aan bijvoorbeeld landen in Afrika of Zuidoost-Azië. We willen met onze medicijnen en vaccins niemand achterlaten in de wereld. En daarom zetten we speciale programma's op om onze producten en diensten bij die mensen toegankelijk te maken. Hallo Paula, jij bent een vrouwelijke wetenschapster. Dank jullie. Kan je kort uitleggen wat onderzoek en ontwikkelingen inhoudt in een grote globale organisatie zoals J&J? Wel, wat dat inhoudt, dat is een heel proces dat soms tot 10 jaar kan duren. Jullie, dat gaat van het aanmaken van nieuwe stoffen of moleculen en dan proberen een goede selectie te maken van een kandidaat medicijn eigenlijk. Iets dat je nadien wil kan testen in je labo om te zien van hoe werkt dat medicijn, wat gaat dat doen als je dat aan mensen geeft, hoe veilig is dat. En eens dat je alle gegevens hebt van al die data van zowel je proeven in het labo als bij de mensen in de klinische studies, dan kan je dat indienen bij de gezondheidsautoriteit om te zien of dat je dat op de markt mag brengen. Hallo Jo, hoe maken jullie de medicijnen toegankelijk voor iedereen en welke technologie gebruiken jullie daarbij? Dat is een heel belangrijke vraag, want inderdaad, veel mensen kunnen de geneesmiddelen die wij in het Westen kunnen kopen, kunnen die niet betalen in hun landen, of ze hebben er gewoon geen toegang voor omdat ze daar niet beschikbaar zijn. Dus het eerste werk dat wij doen, zorgen dat die medicijnen ook in die landen verkrijgbaar zijn. Maar dan is het ook heel belangrijk dat wij in onze productie onze processen optimaliseren, zodanig dat de kostprijs van die medicijnen zo laag mogelijk is. Hi Jude, you work as a healthcare professional in Uganda. The biggest health problem we are facing in the islands, being hard to reach areas, we are faced by a geographical nature, whereby islands are scattered. Traveling from one landing site to another, it requires a boat. Therefore, and remember, we are serving a community with very many diseases, of which we have HIV. What's the solution to this problem and what's the main role of J&J? The possible solution is the drone technique. We think that if we acquire a drone technique, our problem will be solved. It will be easy to transport ARVs from our facility to communities and other commodities like blood samples and others. Thank you, Jules, and have a good day. Thank you. Wish you the best.